nu zijn we bij de oefenruimte waar wij altijd repeteren. Shout-out naar Rob Kozemans, die helpt ons en zorgt dat we hier kunnen repeteren. Dit is onze stokkenboom. Als er drumsticks kapot gaan, dan planten we die hier en hopen we dat er nieuwe groeien. Nou, dan kunnen we verder. And this is where the magic happens. Hier repeteren we daadwerkelijk. Ja, daar zijn we hartstikke dankbaar voor. Want het is een geweldige ruimte. Er is zelfs een airco. Ja, we kunnen alles met geluid zelf regelen. Het is prachtig, geweldig. Wij zijn 2.5 Pennies. Ik ben Yves, zanger en frontman. En ja, de rest stelt zich wel even voor. Mijn naam is Jan, ik ben bassist. Mijn naam is Vincent, ik ben gitarist en soms doe ik matige backing vocals. Matig. Mijn naam is Floris en ik ben de drummer. Dromen. Krant. Simpel. Snel. Relatie. Lang op blijven. Kus. Cremeren. Donker. Zwijgen. Grappig. Vijf. Gelukkig. Links. Ja, ik ben links, man. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind bij een friet speciaal moet de saus erop. En bij alles wat niet een friet speciaal is, moet die ernaast. Alles? Altijd erop, man. Maar bloemkool met die kaassaus erop, weet je wel? Dat moet er al op. Dat kan er niet naast. Correctie. Er zijn meerdere dingen waar de saus overheen moet, maar die kan ik nu even niet opnoemen. 2.5 Pennies heeft ook meegedaan aan Popsport Limburg 2018. En daarin hebben ze laten zien dat ze zowel gegroeid zijn in het muzikale, met een performance, met een tekst. Daarvoor hebben ze ook verschillende workshops gevolgd en dergelijke bij allemaal verschillende professionals. En uiteindelijk hebben ze daar volgens mij heel veel van geleerd en zo hun show een heel stuk professioneler kunnen maken. Ik denk dat we qua songwriting, dus hoe we een nummer opbouwen en dynamiek in een nummer, dat we daar heel veel geleerd hebben. En ook dat we wat bewuster ons zijn geworden van hoe we meer stemmigheid gebruiken in nummers en zo. Ik denk het algemeen wel, hoor, dat we echt veel erg vooruit zijn gegaan met Popsport. Die laatste showcase was hartstikke leuk, ook weer een volt. En ja, ook bij Popsport hebben we geloof ik publieksprijs gewonnen, hè? For if I am not the shepherd, I'm the... Het was heel spannend, maar de publieksprijs heeft gewonnen 2.5 Pennies! Dat is al echt leuk. 2.5 Pennies heeft de publieksprijs gewonnen. Ik denk dat sowieso spreekt voor wie we als band zijn. Ja, dat vinden we heel belangrijk, want uiteindelijk speel je niet echt voor jezelf, maar je speelt altijd voor andere mensen. Ja, ik vind het mooi om, als je energie geeft aan het publiek en je krijgt het terug, dat is denk ik een van de mooiste dingen van muzikant zijn. Nou, we hebben meegedaan aan Podiumvrees. Dat is zeg maar een soort selectiewedstrijd om op Mama's Pride te mogen spelen. En ja, de voorronde ging echt hartstikke goed. We hebben ook de publieksprijs gewonnen.
ons eigen nummer Ezekiel. Het gaat, ja, het is eigenlijk een soort prediking, zoals in een kerkje. En ja, ik vind de interactie met het publiek dan heel leuk. De mijne is The Good Life. Dat is een nummer waarin ik kan slappen. En we springen rond met een energiek refrein. Fijn. Die van mij is ook Ezekiel. Dat is, die spelen ook altijd als laatste. Dus dat is dan een leuke afsluiter. En dan gaan we ook met spullen gooien en zo. Dat is ook altijd leuk. Oeh, niet meer aan het twijfelen. Oeh, mijn is Three Quarters, omdat die ritmisch wat meer interessant is. Nou, ik denk dat we als band ons als doel hebben gesteld dat we over een aantal jaren op Zwarte Cross zullen spelen. Gewoon omdat de sfeer daar heel erg aansluit, denken we bij wie wij zijn als band. En het lijkt ons gewoon een heel cool festival om te spelen. Ja, we gaan over enige tijd gaan we onze single gaan we een clip voor filmen. Die hebben we al opgenomen, dus die is al eigenlijk af. Maar we moeten alleen nog de media eromheen doen. Dus dat zal over een maandje of zo op alle platformen te vinden zijn. Spotify, SoundCloud, alles. Dat is dat nummer waar Jan het al over had. The Good Life, dus het goede leven. Onze invloeden, denk ik, zijn Rage Against the Machine, een beetje funk. Dus ik denk gewoon James Brown en Red Hot Chili Peppers hoor je ook wel een beetje terug erin. Verder houden we ook wel veel van reggae, dus Bob Marley en The Wailers. Oeh, dat is een goeie. Ik denk 2015, ja, zoiets. We zijn eigenlijk begonnen als middelbare schoolbandje. En onze conciërge destijds, die wilde een band oprichten. En toen heeft hij Vincent en mij benaderd. En toen hebben we Jan erbij gehaald als drummer, oorspronkelijk. Maar we konden maar geen bassist vinden. Dus toen is Jan gaan bassen en hebben we gewoon een andere drummer gezocht. En toen ja, is de compositie van de band altijd een klein beetje veranderd, maar wij drie zijn er altijd bij geweest. En nu hebben we Floris als drummer. Jazeker hebben we een website, dus 2.5pennies.com. Lekker simpel, gewoon de bandnaam. Vooral onze sound is naar mijn mening redelijk apart. We combineren heel veel elementen van verschillende genres. En het is altijd, loopt het uit in een energiek stuk in het nummer. Waar we heel hoog springen en heel hard schreeuwen. En wat ons nog onderscheidt is onze energie op het podium. Want dat, ik zie wel dezelfde energie bij veel bands. Maar niet bands in onze omgeving. Dat is niet per se negatief, maar voor ons werkt het. Ik denk gisteravond. We hadden gisteravond een optreden in Utrecht op het verjaardagsfeest van de zus van Floris. En we hadden allemaal covers ingestudeerd. En die werkten heel goed bij het publiek en ook voor ons. Dus, leukste optreden? Fijn. Ik vond het eigenlijk leukste optreden. Heb je een andere? Ik kan me wel herinneren. In de kelder toen. Er waren weinig mensen gaan kijken, maar qua energie vond ik dat echt het allerleukste optreden. Ja? Ja, zeker. Dat vond ik ook het beste gaan. Zwarte Cross. En wat me heel vet lijkt is om in Paradiso te staan een keer. Dat is maar één meest afgespeelde nummer. Ja, dan denk ik All Star, man. Ja. Echt. En jij? Ook All Star. Ja. Allemaal All-Star van Smash Mouth. Echt een banger. Ik weet even niet wat. Oké, ik zeg maar All-Star. All-Star. Allemaal All-Star. Wij spelen op Divers Festival en op Mosselpop. En de data weet ik niet uit mijn hoofd. Helaas, maar het staat op onze Facebook.
Ja, dat was het. Bedankt voor het kijken. En nu komt er een leuke montage van wij die nummertje gaan spelen. We'll be right back.